Mijn naam is Thomas Walder, wethouder Economie. Ik hou mij onder andere bezig met de Global Goals. Ik vind de Global Goals belangrijk voor Deventer, omdat het handvaten zijn om met elkaar te zorgen voor een wereld die eerlijker in elkaar zit en duurzamer. We hebben als gemeente Deventer recent een prijs gekregen voor beste gemeente in Nederland als het gaat om het verbinden van overheid, bedrijfsleven en de samenleving. Wat wij proberen als gemeente is om te zorgen dat er een netwerk ontstaat tussen bedrijven en organisaties die zich bezig willen houden met Global Goals. We hebben in Deventer een kerngroep voor Global Goals opgericht. En in die kerngroep zit niet alleen de gemeente, maar ook het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, de culturele sector en goede doeleninstellingen. Nou, een voordeel van het systeem van Global Goals voor bedrijven en inwoners is dat ze die kunnen gebruiken ter inspiratie. We willen allemaal beter of eerlijker of duurzamer worden. Maar het is heel fijn om ook gewoon een aantal richtlijnen te hebben. En wat hou vast over hoe ga ik dat nou doen. En je merkt dat bedrijven in Deventer die actief bezig zijn iedere dag met Global Goals, dat zijn wel de bedrijven van de toekomst. Dat zijn bedrijven die rekening houden met de eisen die in de toekomst aan ze gesteld gaat worden. En ik denk ook dat het bedrijven zijn die commercieel de meeste successen gaan boeken in de toekomst. En dat is het mooie van werken aan de Global Goals. Er is geen organisatie in Deventer die zonder kan. Ja, als inwoners zelf aan de slag willen met het thema duurzaamheid, hebben we hier sinds kort in de stadsetalage het duurzaamheidscentrum. En daar zitten Deventerse organisaties die mensen kunnen helpen over het besparen van energie en gas. Over bijvoorbeeld het laten infiltreren van je regenwater in plaats van het in het riool laten weglopen. Nou, en door op die concrete thema's inwoners te adviseren, hopen we de mensen ook verder te helpen. Inwoners, bedrijven, organisaties in Deventer zou ik willen uitdagen, ga aan de slag. En maak ook gebruik van het netwerk en van alles wat we in Deventer al kunnen. Bijvoorbeeld het duurzaamheidscentrum in de stadsetalage, maar ook alle bedrijfsnetwerken die bezig zijn op het gebied van duurzaamheid en eerlijke handel. Dus niet langer kijken, maar doen.